Met de Kundalini-yoga-bewegingen leren we het lichaam reinigen en de weg vrijmaken om onze energie volledig te laten doorstromen doorheen de verschillende energiecentra of chakras. Doorheen de beoefening van verschillende kriyas en meditaties richten we ons via het endocrine klierstelsel op het zuiveren van specifieke organen zoals de nieren en de lever. Een belangrijke factor bij de opwarming is om je ruggengraat soepel te maken en te houden, zodat het ruggenmergvloeistof goed kan doorstromen. Een oud Chinees gezegde zegt dat je lichamelijke leeftijd en vitaliteit bepaald worden door de flexibiliteit van je rug. Met het Kundalini-ademwerk of de Pranayama, vaak in combinatie met lichaamsbeweging en actieve meditatie, activeren we de vagus nerve en reguleren we ons zenuwstelsel, maar creëren we ook nieuwe hormonale hersenactiviteit. Met specifieke bandas, zoals de Mula Bandha of de Rootlock, helpen we onze energie dan om op te reizen langs de ruggengraat. Met mantras en muziek en gonggeluiden met een bepaalde frequentie zetten we een veld neer dat ons ontvankelijk maakt voor onze intuïtie en voor nieuwe energetische boodschappen.